De brandweer is bezig met de laatste bluswerkzaamheden. Ja, van het pand is niet heel erg veel meer over. Vanochtend zou het zijn begonnen rond kwart over zeven. Eén van de mensen die binnen was is nog naar buiten kunnen komen, maar de trieste balans is dat twee mensen zijn overleden. Een moeder, haar volwassen zoon en zijn vriendin waren in het huis toen de brand uitbrak. De vriendin wist nog naar buiten te komen. De brandweer vond de zoon in het huis en er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Ja, de brand was heel erg heftig. Daarom konden de brandweer mensen niet naar binnen. Dat is later wel gebeurd. En toen is een tweede slachtoffer uh, aangetroffen. Uh, helaas ook overleden. Het tweede slachtoffer was de moeder van het gezin. Het plaatje Marekessel is maar klein. En de brand maakt grote indruk op de buurt. Nou, wij lagen eigenlijk nog in bed. Tot om acht uur de telefoon ging, de belde de buurman op. En die zei: van god, Gerda, ben ik jullie wakker, dat denk ik niet. En het huis al in brand. Ja. Oh, schrik, nou, die mevrouw, die konden ze niet meer redden, die zit er nog in. Die jongen die is er, dan hebben ze gereanimeerd. En een meisje is eruit kunnen komen. Ik zei, oh, god naartoe, ben naar een zeg. Het is een verschrikking als je het zo ziet. Ik hoop het nooit mee te maken. Het gezin was niet echt bekend in het dorp. De slachtoffers leiden een teruggetrokken bestaan. Het waren mensen gekenden ze van afstand. Ik denk niet dat ze eigenlijk veel contact hadden met de buurt, helemaal niet. Maar ik denk dat die vrouw misschien ook nog werkte was een leenstaande vrouw met twee zoons. De brand is beperkt gebleven tot dit ene huis. Wel is een ander huis ontruimd vanwege de rookontwikkeling en ook is er een alert uitgegaan naar Mare Kessel vanwege de zware rook van vanochtend. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, omdat het huis op instorten staat wordt het na het onderzoek van de technische recherche gesloopt.